De reis van morgen begint bij... Cheyenne, leerling machinist bij NS. Ja, leerling machinist houdt in dat je in de leer bent tot machinist. Je bent eigenlijk aan het leren tot het echte machinist worden. Ik had het van mezelf nooit verwacht. Mijn oom is machinist en een keertje een kijkje genomen hoe het in zijn werk gaat. En dat vond ik zo indrukwekkend dat ik eigenlijk een beetje enthousiaster over was geworden. Ja, toen ben ik verder gaan kijken hoe het eigenlijk ging, ook de opleiding. En dat, het leek me zo leuk om te doen dat ik eigenlijk zelf ben begonnen. In de opleiding tot machinist ga je leren in de theorie en uitvoeren in de praktijk. En uiteindelijk ga je ook naar een simulatorcentrum en daar ga je dus alle kleine dingetjes uitwerken die buiten bijvoorbeeld niet zouden kunnen. En dat maakt het eigenlijk echt wel leuk om naar het simulatorcentrum te gaan. En het mooiste wat ik denk ik heb meegemaakt in mijn opleiding is dat je in je stage zie je zoveel verschillende dingen. Je ziet de zonopgang, zie je in een weiland opkomen, je ziet hem ook weer ergens ondergaan. En je ziet zulke mooie plaatjes vanuit die vooruit eigenlijk. Ja, iedere dag is wel mooi. Wat mij het meest trots maakt, als je toch kijkt naar wat je meeneemt op een dag. Een trein is niet zomaar iets en als je dat toch kan rijden, dat vind ik persoonlijk wel iets waarvan je mag zeggen dat je daar trots op bent als dat goed gaat. En dat je complimenten krijgt dat het ook oprecht goed gaat. Ja, het is heel erg bizar om daarvoor te werken eigenlijk. Ja, je hoort het overal, je ziet het overal. Overal waar je komt is wel iets met NS. En dan om dan zelf daarvoor te werken uiteindelijk is wel iets moois denk ik.